Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag 3 februari 2016. Dit is het bulletin van woensdag. Mooie boel is dat. Mijn recorder geeft geen pieptoontjes en dat is meestal heel handig tijdens de opnames. Al doe ik dat ook niet als de batterijen leeg zijn, dus had ik de uitzending al ingesproken. Maar ergens tussentijds heeft hij de conclusie getrokken dat er helemaal niet genoeg stroom voor was, zonder mij daarvan te waarschuwen. Vandaag weinig data, alleen op het end hebben we net als gisteren een SSTV plaatje in BW8. Dat wil zeggen dat het uitzenden ervan 8 seconden duurt. Het plaatje komt naar de morse woorden. Vandaag in de Daily Minutes 2 wat grotere onderwerpen. De website Live365 bestaat niet meer, zo meldt onder andere SW Elling in een bericht vandaag. Per 1 februari hield de dienst op te bestaan. Live365 was een pionier op streaminggebied. Via Live365 kon je een eigen radiostation beginnen en via de site gelijk je muziekrechten regelen. Veel stations binnen en buiten de VS deden dat en ook begonnen particulieren heel kleinschalig op die manier uit te zenden. De directe aanleiding voor de sluiting van de site is hoogstwaarschijnlijk dat de zogenaamde Webcaster Settlement Act uit 2009 afliep. Volgens die wet konden in de VS kleinschalige internetradiostations gebruik maken van een verlaagd tarief voor de auteursrechten. Het station moest nu ineens voor alle aangesloten stations $500 per jaar aftikken, stations die zelf een veel kleiner bedrag betaalden, en daarnaast $50.000 per jaar. Met het einde van de gunstige tarieven trokken in december 2015 de investeerders van de site zich al terug. Het moederbedrijf van Live365, Nano Cosm, begon al in 1981. Dat was 12 jaar voor de komst van internet voor de grote massa. Dit bedrijf was een softwarebedrijf dat zich onder andere met 3D-graphics bezighield. Een van de werknemers van het bedrijf zette met behulp van Shoutcast in 1998 een kleinschalig radiostation op internet op. Vervolgens werkte een collega dat verder uit en ze deelden hun idee met de technisch directeur van Nano Cosm. Live365 begon in 1999 streams aan te bieden. Al snel was Live365 veel groter dan het oorspronkelijke moederbedrijf, dat zich vervolgens uitsluitend op streamingtechnologie en op een platform voor internetradiostations ging toeleggen. Het was via Live365 lange tijd mogelijk om legaal in Nederland muziek uit te zenden tegen gunstige auteursrechtentarieven die in Californië golden. Het zijn overigens vooral platforms als Live365 en Pandora die onder de ongunstigere rechtenregeling lijden. Voor kleinschalige stations die zelf streamen blijven een aantal van de gunstige tarieven in de VS overeind. Bronvermelding van dit item: SW Elling, Live365, Forbes.com, Wikipedia en eerdere eigen artikelen over dit onderwerp. Ars Technica schrijft dat Google aan FCC bij een aanvraag voor Spectrum heeft laten weten dat hun netwerk van draadloze internettoegang via ballonnen niets is waar FCC zich zorgen over zou moeten maken. Google denkt dat haar overigens nog geheime netwerk geen bestaande netwerken zal storen en dat het ook mensen en dieren niet zal schaden. Google hoopt met de aanvraag gedurende 2 jaar een test te mogen doen in de gehele VS en de mededeling over mens en dier was ook een reactie op zorgen die mensen recent over het netwerk hadden geuit. In de aanvraag wordt het een project van zenders op de grond en in de lucht genoemd, werkend in de banden van 71 tot 76 en van 81 tot 86 gigahertz. De 76 gigahertz band is overigens een amateurband. En laat de eerste van die twee banden nou net deels samenvallen met het grootste stuk waar zendamateurs in Nederland en een aantal andere landen primaire gebruikers zijn in de 76 gigahertz band. Dat primaire gedeelte loopt overigens van 75.500 tot 76.000 gigahertz. En Google denkt dat primaire stuk dus geheel te kunnen gebruiken. Deze 76 gigahertz band loopt ook op andere manieren gevaar, omdat in de VS een voertuigradarsysteem voor deze band gepland is. Dat zou overigens niet tot al te grote problemen moeten leiden. Maar een van de grote routerfabrikanten die pleit er ook voor om deze band op vergelijkbare wijze als 2,4 en 5,6 gigahertz vergunningvrij te maken voor het gebruik van draadloze wifi routers. Het zou best kunnen dat die routers dit jaar overigens al op de markt komen. Waarschijnlijk gaat het trouwens bij het betreffende Google-netwerk om het project dat eerder met de naam Project Loon werd aangeduid. Volg nu nog de morse en daarna het SSTV-plaatje.
Het is jammer, volk, maar had je graag met wilde hier, hè? Maar ik kan niet. Jammer, want dan had je een keer lachen kunnen, natuurlijk, vanavond. Maar had je die zit? Ja, niet zo mooi als die zitten. Had je zo'n deugenvest? Ja. Had je een geheim zender? En dat mag niet. Mag niet. Politie is erbij, je weet wel hoe dat gaat. En had je voor de rechtbank, hè? Komt zo de rechtbank binnen, zitten een paar rechters en officier van prostitutie. En en dat ging hard. En die waren net uitzenden en ik was niet aan het uitzenden. Ze hadden ja fijn. Toen werden vrijspraken op 2 weken nog. En toen werd Harry hellig, jong. Hellig, hij zegt, man, zeg, hoe kun je dat nou doen? Hij zegt, ik was helemaal niet aan het uitzenden. Dat kan mij ook niks schelen, zegt die rechter. Hij wel aan het uitzenden waren, of hij was niet aan het uitzenden. De apparatuur had je noos. Ja, zei Harry, zo kun je wel aan de gang komen. Zo lus ik er nog wel in. Hij zegt, zo kun je mij overal wat ver in de bak stoppen. Kun je mij wel oppakken voor aanranding. Zo, zegt die rechter, of heb je dat ook dan? Nee, zei Harry, maar de apparatuur heb ik er wel voor.